zijn nu voor. Voor Ommen hebben wij Gijs Winters. Wat een lastprint is. Lars Jansen op Norkjes. BMX Apeldoorn. Norris Reker. FC Unitas Assen. Mariano Solisa. De IJsselcross is uit Doetinchem is hier met Noe Melissen. Opnieuw een thuisrijder voor Ommen rijdt Brennan Tumpers. Dan hebben wij nog twee lastprinters aan elkaar gewaagd. Wie gaat de titel pakken? Joppe Konijnenbelt of Deon Goorman? Jeren, succes! Daar zijn we vertrokken en dan lijkt het toch in het midden te zijn. Of naar het midden eigenlijk gewoon binnenkant natuurlijk. Deon Goorman die al snelst vertrokken is. Gooit het deurtje dicht en pakt gelijk een metertje voorsprong. En wie gaat hem dan terughalen, jongens? Want het is gewoon weer een goede bocht hier. Daar komt hij al aan de 1900 van Joppe Konijnenbelt. Altijd loerend op een gaatje. En dan hebben we een hele goede stap gezien van Lars Jansen op Norkjes. En dan zien we dus gewoon Nijver al op 1, 2 en 3. En gaat dat zo blijven? Dan gaat er nog een aanvalletje komen. Want Brennan Timpers loert daar nog. Maar we gaan ook vooraan kijken. Want daar gaat het heel erg spannend worden. Zij naar zijn glazen richting dat derde stuk. En gaat Konijnenbelt dan langskomen? Of gaat gewoon een gaatje dichtgooien? Dat laatste gaat gebeuren. De voorlopers de bocht in. En gaat hij in de eerste kampioen worden? Of wordt het toch Joppe Konijnenbelt? Zij naar zijn richting het laatste stuk. Nee hoor. Dat gaat er niet meer aankomen. De winst gaat hier naar Deon Goorman. En dan gaan we kijken naar het podium. Oh, daar komt Noe Melissen nog helemaal naar voren toe. En dat is toch Melissen op positie nummer 3.